zit ik laatst op YouTube te kijken naar naar een gerenommeerde kickboxer. Misschien ken je hem, Gabo Drago. Goeie vechter, jongen uit Haarlem, Nederlandse jongen. Wie is dat? Gabo Drago. Die was een K1 Max vechter. Kleine man van rond de 70 kilo, een goede vechter. En ik zie tot mijn verbazing in de ring dat hij iemand in zijn dubbele dekking heeft. Weet u wat het is, dubbele dekking? Dus hij heeft iemand echt zo onder druk gezet dat je puur moet overleven. Handen bij je hoofd en hopen dat er niks door komt. Wil je dat eens doen? Ik ga niet slaan uiteraard. Hè? Dubbele dekking. En hij blijft stoten. Als ik iemand zo vast heb, dan weet ik zeker dat er ergens anders dan hier ruimte is. Daar bijvoorbeeld. Dus wat we gaan doen is variëren in hoogte. Met andere woorden, we gaan op een hoge plek bijvoorbeeld druk zetten om op een andere plek te kunnen scoren. Wat we gaan doen is een linkerhoek. Dus hij vangt een linkerhoek met de binnenkant van zijn hand. Een linkerhoek eigenlijk bedoeld, wil je die dekking zo houden? Sorry dat ik zo onduidelijk was. Linkerhoek om die dekking omhoog te trekken. Dat is de eerste pion op mijn schaakbord. Linkerhoek. Dit ga ik doen om hem vast te zetten. Ik wil hem hier laten reageren. Vervolgens heb ik mezelf voorbereid om, roep eens. Uppercut, dat zou kunnen, precies. Low kick, roep mijn partner. Dat is het doel. 1. Ik zet hem vast op dit been. Kijk, ik druk al als het ware. Druk ik door die stoot gewicht op dit been. Druk van hier. Zorg voor druk hier. Dus wat doe ik? 1. En ik pak hem van de andere kant. Dus de combinatie die je krijgt. Ik heb geen schermbeschermers, dus ik raak je heel rustig met die low kick. Hand een beetje naar voren. 1, 2. Nog een keer. 1, 2. Nu jij bij mij. 1. Ja, je mag die low kick maken.